Tijden bestaat nu al bijna 8 jaar. En in al die afleveringen hebben we al vreselijk veel blunders gemaakt. Bloopers dus. En wat hebben we nou gedaan? We hebben een paar vrienden uitgenodigd, collega's, kennissen. En daarmee hebben we alles eens op een rijtje gezet. Dan gaan we eens leuk naar onze eigen missers kijken. Onder andere Carolien. Ja. Wim. En ik dus. Hoi. Sorry. Martin. Isa. Onze Wik. Vrienden. En Barto. Vrienden en Barto. En Barto, vertel jij eens over jouw langste blooper. Vertel je dat maar eens. De langste blooper weet ik, dat was in een scène met Babette, waarin ik niet op een... Op een Engels woord kon komen. Dat is altijd heel moeilijk. Ik heb ook de naam Julian, maar... wat was het woord? Goed. Het ging dus over versprekingen. En daar gaan we dan nu naar kijken. Nee, jij hebt me dat vluchtnummer doorgegeven. Het goede ja, en niet het verkeerde. Je moet wel duidelijk praten. Waarschijnlijk zei je 564 en verstond ik 556. Niet zo duidelijk, hè? Ik zat in de bus en ik heb jullie naar buiten zien komen. Wat voor smerigs hebben jullie daar uitgespookt? Niks bijzonders. Ik zie je af, meneer Van Mana. Ja. Wat zeg je nou? Ja, maar slaat dat nou op? Wat bedoel jij? Precies wat ik zeg. Als u uw baan terugkrijgt, wat gebeurt er dan met mij? Mijn jaren heeft u er zeker helemaal niet eens over nagedacht, hè? Het interesseert u helemaal niet. Nou, ja, en zo. Mirjam vertelde me over die vechtpartij in de cactus. Arthur en jij moeten meedoen aan het kickkampioenschap Baksen. Ik kom even een paar vraagjes aan. Antwoorden halen. Ja, moet je nou horen. Een vrouw is van haar man gescheiden omdat hij in zijn slaap praatslaapte. Nou. Wie begon er nou? Je zit me de hele tijd al te stennen. Oké, ik zal je niet bestennen. Wat? Hier. Pardon? Waar haal je de gore moed vandaan om mijn creditchecks te... Pardon? Waar haal jij de gore rotmoed vandaan om mijn creditchecks... Mijn creditchecks. Pardon? Ja. Creditcharts. Checks. Nou, dat was hem en we hebben hem wel 11 keer gedaan. Weet je wat het is, Daniel? Als je 40 bent en niet getrouwd, dan geeft geen mens meer om je. Dan ben je gewoon een oude man. Een suffe zak. We drinken er straks nog eentje en dan gaan we samen naar bed, afgesproken. Ben je dan helemaal geen kinderen? Moet ik het je dan 100 keer uitleggen? Tuurlijk wel. Alleen als ik eraan toe kom. Maar nu kom ik er niet aan toe. Kom even mee. Vertel. Jij maakt mij niet wijs, Jim, je hebt de scheet gelaten. Nee. Kom even mee. Nou, wat? Vertel. Luus, Roos, ik weet heus wel of iemand het echt te druk heeft of dat hij gewoon een smoesje verzint. Arthur, ik vind het hartstikke leuk dat je zo verliefd op haar bent. Maar ik denk dat je kalm aan moet doen. Ja, sorry hoor, ik zit... Excuse me. Ja, ik heb geen scheet gelaten deze keer. Nee, maar je zei Guus. Ik wist helemaal niet dat je een hint had. Nee, ik ook niet. Ga maar zitten. Oh, ja, ik ben Guusje. Oh, kut. En Guus? Ja? Je lijkt Jimmy wel. Hoezo? Nou, toen Jimmy de eerste keer in de set kwam, ja? Bij de familie Alberts, toen moesten ze zich voorstellen aan Laura Alberts. Toen zei hij, hallo, ik ben Jimmy geweest. Ja, normaal weer. Ja. Ja, maar oké, dat gebeurt dan een keertje. Maar bij mij is het 1 keer maar gebeurd, dus het kan best. Is het zo? Oh, ja? Is het zo? Nu je het zegt, misschien was het wel in de bodega of niet? Anders gaan we daar naartoe. En mocht hij toch hierheen komen, dan stuurt Anita. Oh nee, Claudia, die stuurt hem wel door. Hey, hallo Roos. Ik ga naar kantoor. Ik ben benieuwd hoe Arnie... God. Jongen, weg jij. De vacature staat nog open. Daar zal jij vast toch wel op aan, ik bedoel... Als een beetje mensenkennis in dat bedrijf hebben, zullen ze jou toch wel als eerste vragen? Oh,
Bruinsma en Van Driel maken ook een goede kans, hoor. Bruinsma en Watering is dat toch? Oh, Watering, ja. Die twee mijn kukkels zouden ja, nog ja, meer... stop maar. De vacature staat nog open. Dan zou jij toch vast wel op aasen? Ik bedoel, als ze een beetje mensenkennis in dat bedrijf hebben, zullen ze jou toch als eerste vragen. Nou, Bruinsma en Van Driel maken ook een goede kans, hoor. Bruinsma en Van Driel? En Watering? Oh shit, godverdomme. Ik wou nu zeggen, en Watering dan? Wist je dat die oude Hogendoorn haar vader zo erg heeft belazerd dat hij hartaanval heeft gepleegd? Nee. Dat wist ik niet. Gestopt. Oké, 5 minuten. Wij hadden een afspraak. Fuck! Shit. Oh shit, shit. Ja, sorry hoor. Ik weet niet. Ja, ik. Nee, ik weet het niet. Ik raak steeds in de war. Ik weet niet of Linda zoveel mogelijkheden heeft hoor. Oh, je kan toch moeilijk zeggen dat ze mislukt is? Nee, nee, dat niet. Hoe vaak komt het... Hoe vaak komt het niet voor... Hoe vaak komt het niet voor dat ze... Dat ze... Nou... Nou ja, als jullie even wachten, dan kunnen we weg zodra ik terug ben. Nou ja, is goed. Tenminste, als jij dan niet verveeld bent. Ja, of waarom gaan jullie niet alvast? Ik denk al, ik merkte het ook. Ik dacht, ik kan het nog redden bij de honden. Ik denk van nee. Oh, briljant idee. Waarom gaan jullie niet alvast? Dan hebben jullie die tent al opgezet voor de ding. Kom, knal je op! Hoi. Fijn dat je gekomen bent. Ik had toch niks beters te doen. Moet ik het zeggen? Lijkt me leuk, ja. Prachtige stilte, prachtige rust. Wat moet ik er zeggen? Sorry, wat? Ja, ik ben al 4 keer overnieuw begonnen. Ja, ik zei dus dat Roos... Dat Roosje negeert. Ja. Ja. Volgens mij, hè? Volgens mij weet ik mijn tekst niet meer. Wat weet u daar nou van? Ik bedoel, mag ik me overnieuw doen? Ik weet helemaal niet wat ik hier sta te doen. Ik weet geen eens wie ik ben. Oké, acteurs maken fouten. Maar soms zijn wij ook gewoon het slachtoffer van bijvoorbeeld requisito op de set. 2, 1, actie. Ja, dit is weer hetzelfde probleem dat hij even niet open gaat. Ja, stop. Maar nu is het nog veel erger. Dat is de hele ochtend al. Wat gebeurde er nou? Nou ja, ik weet het niet. Eerst ging ik de deur niet open en vervolgens glijdt Isa uit. Maar, nee, volgens mij was het al eerder gebeurd. En hadden we al 2 of 3 keer hadden we al tegen die deur staan bonken. Vandaar dat het waarschijnlijk zo, dat wij de slappe lach Maar we kregen sowieso heel snel de slappe lach Dat is ook waar, ja. He? Dat dus is ook waar. Daar maar weinig te gebeuren. Van Bente maar al. Ze wordt opgepiept. De ding staat niet op de rem. Ik kan hem niet aanzien hoe jij jezelf naar de verdommenis helpt. En Wim, kijk, ik verspreek me wel eens, maar handig, ben jij dat? Nee, ik ben met je man, dat heb ik toch ook nooit beweerd. Ik ben doos helemaal niet, ik kan maar een stap. Ja. Daniel? Ach nee, laat maar. Nee. Wat wilde je zeggen? Nee.
ik ga wel even. Moet je lachen, Geert? Maar we hebben altijd een lol gehad samen. Dus het maakt toch niet zo van. Ben jij je godverdomme? Peter! Heb jij hem uitgenodigd om boven te komen? Nee, natuurlijk niet. Hij stond ineens voor de deur. Opflikker, jij, ik schop die trappen. Het is een misverstand. Flikker op. Spijt me, het is een misverstand. Godverdomme. Nee, lul. God, die miste me. Ik ben thuis. Ik ben boven. Ik kom eraan. Wacht even, jongens. Ik versta vreselijk te kloot hier. Oké. Eén verkeer niet. Oké, kom op, jongen. Oké. 3, 2, 1. Actie. Ik ben thuis. Ik ben boven. Ik kom eraan. Nee, jongens. Wij zijn het niet. Nou, volgens mij is het een verloren zaak, als je het mij vraagt. Nou, ik vind het niet zo erg, want we hebben toch werk zat. Nou, dat is die andere jack natuurlijk. Ja, ga je meteen door? Ja, anders wordt het te laat. We zien er niet als pleegkind, hoor, maar als onze eigen dochter. We zouden het niet meer kwijt willen. Hè? Oh, Kim, als je toch naar de keuken gaat... Dit is misschien de kapstok. De enige kapstok. Je boft, ik heb een was te verwachten. Hé, hey Bartel, staat dat ding er eigenlijk nog? Volgens mij is hij weg, maar... Zonde. Het ding is 100 keer omgevallen. Weet je. Ik heb. Nou. Ja, vertel. Hij zag hem wel. Ja, nee, ja, gewoon vertel. Ja, ik ben gewoon. Ik ben een paar keer zo ontzettend kwaad geworden. Dat ding. Zet dat ding er gewoon vast. Een kapsel kan je er gewoon vastzetten. Nee, deze niet. Dat kost gewoon. Vast te zitten. Ja, je kan er nou om lachen. Want dat ding is weg, hè? Ja. Dat moet er niet hebben. Een kapsel niet loszetten. Je kan er één jas aan hangen. Boe. Je moet dus al twee jassen tegelijk aan. Ja, ja. Er natuurlijk nog even van voordat ze weer aan het werk moet. Lekker de stad in of zo. Voelt ze zich veel te beroerd voor. Je hebt niet gezien hoe ze er vanochtend uitzag. Als er iets aan de hand zou zijn... Oké, stop. Ik ben door mijn rug heen gegaan. Dat bedoel ik dus. Ze heeft helemaal niks aan je man. Snap dat dan. Het zou meevallen, hoor. Ja? Kom je snel weer terug. Dan vertel ik je alles over Amerika. Yes! Tuurlijk! Je weet wel wat ik bedoel. Dan gaan wij er een hele bijzondere avond van maken. Alweer? Sinds wanneer heb jij er bezwaar tegen? Of heb jij misschien al te veel gegeten? Is dat een uitdaging? Actie. Nou, probeer er niet meer over na te denken. Arnie wil Roos. Dat is wel duidelijk. Heb je het opgegeven? Nou, ik geloof er niet meer in als je dat opgeven noemt. Ja, het is het moeilijk, hè? Hoezo? Ludo. Ik vind dat ik mezelf niet mag toestaan. Is hij zo aan Jezus? Het is zo'n steen zit erin. Dat gezicht ik kreeg het gewoon niet. Ik kreeg gewoon niet doen. Toen Arnie klein was, toen wilde hij nooit aan tafel eten. Altijd op de bank en het liefst met de televisie aan. Het is heet, Jezus Christus, het is dit heet. Ja, ik zei al, pas op. Ik zei al, pas op. Maar ik wist het ook wel, maar ik dacht, ik moet zeggen, het is heerlijk. Wil je dat niet meer doen? Stopt. Lukt het? Nog steeds niet zoals ik zou willen. En jij?
waardeloos. Zelf heb ik nog nooit een penseel op vastgehouden. Wat gek. Anders gaat het bij jou altijd zo makkelijk. Hoe ver ben je? Ik heb... Oeh, dat valt niet mee, hè? Shit! Zeg, alsjeblieft, ga nou lekker slapen. Het is helemaal niet goed voor je om je zo druk te maken. Hoe vaak moet ik je nou nog zeggen dat het me spijt? Het was helemaal niet de bedoeling. Er zit nog wat in. Waar ga je naartoe? Het gaat je geen barsten. Maar we kunnen er toch over praten? Er valt niks meer te zeggen. Maar... 4, 3, 2, 1. We kunnen er toch over praten? Er valt niks meer te zeggen. Moet ik je helpen, Sylvia? Ga weg! Ja, hij ligt er al! Ik zit met kapotte zoeken naar een blauw ding. Ik denk, waar is het? Hé, Isa, er zit een stukje tussen. Dat heb je nog niet gezien. Maar daarin heb je allemaal groene smurrie op je gezicht. Wat is dat? Ja, dat is vreselijk. Dat was de slechtste dag van mijn hele goede tijden. Dat is waar. En hoe voelde je je dan toen? Vreselijk. Lelijk. Vies. Misbruikt. Ik voel me mooi. Meisje, jongen. Je moet wakker worden. Als je wakker wordt, dan zul je merken dat alles opgelost is. Dat beloof ik je. Hé, alsjeblieft. Hou vol. Alsjeblieft, hou vol, ziet. Ja, was dat geen mooie? Je zal je van opknappen. Hier, Jan! Nou ja. Nou. Shit. Ik heb bijna een glas in mijn gezicht, zeg. Hier zal je van opknappen. Nee, dat is naast. Dat is naast, Isa. Hier zal je van opknappen. Jan! Nou ja. Ach, ik ben zo moe. Janine, vader van Julian, heeft hij ermee te maken? Zag ik slangetje? Ik zag het zo. Wat krijgen we nou? Ik hoop dat je van pannenkoeken houdt. Ja. Oké, jongens. Jezus, Daniel, wat een troep. Nou, Janine heeft... sorry, pas op. Een archiefmap opgehaald met drugszaken bij het Spectrum. Ik probeer zelf maar aanwijzingen te vinden. En heb je al wat gevonden? Ja. Waar is het nou? Hier. Twee Nederlandse drugscouriers opgepakt in Bangkok. En die C, dat is Cilia natuurlijk. Oh, sorry. Nee, sorry. Ja, dus ik ben fijne dag. Ja, maar ik ben fijne dag. Laat ik nog wijzen ook. Sorry, jongens. Dit was leuk. Caroline,
Ja, oh, wat was er nou met die knoop? Oh god, ja, dit was een van de eerste zoenscènes tussen Janine en Ludo. En inderdaad, die knoop die was vastgeplakt. Ja, op dat had ik steeds... gedaan. Jij. Ja. Hij sprong de hele tijd op. Ook voor me halverwege die scène moet ik al lachen. Want het bureau waar we op belanden, van Van Houten, was zo gammel dat ik dacht, we storten hier doorheen. Sylvia, neem jij hem? Laat maar, ik neem hem wel. Alberts. Ja. Wat is er? Zijn ze niet goed? Nee, natuurlijk. Ze zijn hartstikke lekker. Ik heb alleen ook al zo'n doos van Janine gekregen. Bram doet jullie zeker aan sigaren denken. Ja, ik ben niet zo goed in cadeaus. Waarom niet? Mocht het niet van je pleegvader? Neem er één, joh. Lekker. Sorry. Zit ik met die sigaren? Ja, dat lijkt dat. Ja. Misschien lukt het hem. Ja. Maar hij is niet altijd even aardig. Shit. Ik wist dat ik je zou doen. Sorry. Ik wist het. Wil je thee? Tenminste, als ik het allemaal heel kan laten. Hopla. Zeg, ik kan nou wel wat sterkers gebruiken. Ja. Hey. Hallo. Mag ik een whisky van je? Met of zonder ijs? Met. En, hoe staan de zaken momenteel? Gaat wel. Ik moet een paar dagen de stad uit. Ik wacht nou op mijn vervanger. Zo, dus je gaat lekker met vakantie. Met hoog tijd. Is dat maar waar, jongen, vakantie? Nee, zo is toch genoeg, hoor. Moet echt. Zeg, dat borreltje, kan ik dat alsnog krijgen? Ja, tuurlijk. Nou, ik denk maar eens dat ik helemaal ophoud met dat gedoe met die advertenties. Of ze komen niet opdagen, of het is niks. Is er iets lek? Een lekke band? Wat is er? Dat kan toch niet, man? Is er... In de montagekamer moet nog heel wat opgelapt worden, want kinderen en dieren, ja, die laten zich niet echt vertellen wat ze moeten doen. En de crew soms ook niet. Gaan. Nou, dat was voordat Nico met dat verdomde diner aan kwam zitten. Ik zie niet in waarom je dat vanavond zo nodig bij Laura moet gaan bespreken. Hey, smile, stop. Smile. Actie. Ik heb hoge koorts, verder weten wij het ook niet. Zullen we maar die telefoontjes knallen? Je hebt een hele lieve moeder, wist je dat? Ja. En ik weet zeker dat die heel goed voor je gaat zorgen. Kijk eens. Kijk eens. Dat is voor jou. Dan denk je nog samen, als ik weg ben. Ja, dat is mooi, hè? Kom maar, om je nekje. Nou, doe eens rustig. Hey. Hey, ik wil hem even omhangen. Goddooi zeg. Suzanne voedt je ook helemaal niet goed op, hè? Je moet luisteren. Ja. Oh. Nou, ik koop wel een nieuwe. Oh, wat erg. Dat is toch niet zo erg? Nee, ik bedoel... Zij maken reis door de studio.
dan. Hap dan. Het is lekker. Nou, dat vreet je toch niet, kind? Kom, het schelen. Verder een luier. Mirjam, hoeveel van die liter maak je klaar? Het is mij genoeg voor een weeshuis. Ja, daar lijkt het hier ook aardig op. Vind je niet? Ja, niet als je echt nog eigenwijs al die baby's bij elkaar. Wat is er nou weer? Ja, ik ben die baby's aan het wassen zoals je me altijd opgedragen. Dus ze gaat zich overal weer mee bemoeien. Ja? Ja, nou ja, dit hier komt er niet uit. Kort, hé, kort. Kort, kort. Ah! Kort. Malou! Malou! Kijk eens wat je hebt gekregen van Anita! Oh! Hoor ik dat goed van Anita? Ja! Ja, ik heb hem gekregen. Ik heb hem van Anita gekregen. Roos, dat geloof je toch zelf niet? Kijk maar! Ik ga aftellen. Ik wil kijken jullie naar ons toe. Nou ja, je hebt dus allemaal wel een partner waar je vreselijk mee kan lachen. Isa. Wat nou? We hebben allemaal wel een partner. Nee, ik bedoel wel mee te spelen. Wie is jouw partner? In het echt, Eggy of? Nee, de lachpartner. Mijn lachpartner, dat is Barto onder andere. En dat is Rijnboot. Goed dat je er bent. Daar zijn we weer. Zeikert. Lulloos, man. Jezus. Wat ben je ook vreselijk, man. Hoi, hoor. Het lijkt alsof je het me helemaal niet gunt dat ik naar Berlijn ga. Nee, de hoofdredacteur die komt straks was. De hoofdredacteur. De hoofdredacteur. Gaat heel goed. Oké. Okay. Even de treintjes droog. Moest er even uit. Oké, okay, goed. Ik ben heel serieus. 3, 2, 1, 1. Ja, het lijkt wel of je het me helemaal niet gunt dat ik naar Berlijn ga. Ja, dit komt niet meer goed. Oké, maar nu echt. Ik deed niet. Oh. Nee, Sabine deed niet. Ik zit juist te denken van lul. Ja. Janine, ik moet je spreken. Ja, nou, dat werkt. Er zijn hier mensen die me nodig hebben. Nee, absoluut niet. Ik ben niemand die jou meer nodig heeft dan ik. Ik wil die in bescherming nemen door zaken te verzwijgen. Maar je beseft je toch wel dat het was om je in bescherming te nemen. Dat besef je toch wel, hè? Leuk, dat blauw. Geloof me, Janine, ik wil je alles vertellen. Jij hebt al die tijd tegen mij gelogen. En daarom is het afgelopen. Niet vanwege die zogenaamde bescherming van jou. Geef me nog één kans. Laat me je bewijzen dat ik wel te vertrouwen ben. Het is te laat. Ook een leuk dat je er nu pas achter bent. Al komt het jou ongetwijfeld niet zo goed uit. Ik begrijp niet wat je daarmee bedoelt. Was jij vroeger ook zo? Voor die aanslag bedoel ik? Zo kil? Nou, daar heb ik uiteraard geen mening over. Nee. Maar er zijn toch wel vrienden of bekenden uit die tijd? Heb je er nooit mee gesproken? Nee. Ja, sorry hoor, je wordt me iets te persoonlijk. Het spijt me, ik heb nog werk te doen. Jongens, tot morgen. Wat doe je
kan je hebben, hè? Nou. Mirjam. Ik geloof dat er iets uit de kom geschoten is of zo. Ja, dat begrijp ik. Ja, maar ik sta even met te concentreren. Kijk mij even aan. Op actie kijk ik naar jou. Je hoorde. Waar zit hij, joh? Pak een bord. Nee, ik doe het zo wel. Geef me jouw bord. Nee. Sorry, hoor. Sorry, hoor. Sorry. Was niet zo gek. Nee. Zo simpel liggen de zaken nou helemaal niet. Zijn er nog boodschappen voor me? Oké, ik bel je later. Dag. Zo. Goed, goed. Laat het maar door. Laat het maar even zeggen, Guus. Kijk, Reinhard is helemaal niet, ligt helemaal niet dood in de jungle. Ja, hij is dood. Ja. Reinhard moest gewoon weg. Of hij niet meer tegenkomen. Het was verschrikkelijk. Maar we hebben hem teruggepakt. Nou, en hoe? Nette broeken. Dat mis ik. Die liggen boven. Ik strijk er zo wel eentje. Ben je toch een huisvrouwtje? Ben je toch een kindje? Ben je toch een huisvrouw? Wat is dit? Ik dacht dat het over was tussen jou en Linda. Wat is dit nu voor stoms? Gadverdamme. Wat de We liggen er echt de hele ding lid vol, joh. Nee. Ook dat nog. Waarom laten jullie ons niet met rust? Wie jullie? Stan was hier net ook en die heb ik ook weggestuurd. En nou jij weer. Wat kon je nou eigenlijk doen? Jezus, schijnt dat lul! Ik heb mijn bed afgesproken. Elke keer als ik klaar ben met tekst, doe ik zo. Dat mag niet! Zeker met je oogknipper is. Ik heb geen tekst meer. Ja. Oh, ik kom. Oh, dan weten wij dat ook, ja. Waar blijft die vodka? Ja, dan doe ik het zelf wel even. Wacht. Het schenkt voor mij even een melk in. Wilt u hier iets drinken allemaal? Ja, kan hoor, het is on the house. Proost. Zakhooi. Zo. Ik ga even kamer schoonmaken, Dian. Ja, is goed. Kom er zo aan. Ken je haar? Ik zou niet weten waarvan ik je zou moeten kennen. Ik dacht dat het een oude kennis van Suzanne was, van Flash. En ik heb geen geld, dus je kan het niet vergelijken. Nou ja, dan is het misschien handig dat ik er ben. Dan kan ik het een en ander toelichten. Ja, kom erbij zitten. Het is natuurlijk wel zo dat we gebaat zijn bij een snelle beslissing. Ja, dat is lekker. Nou, wat wil jij? Nee. Ja. Ik was buiten beeld. Hey. Maar ik vertrouw ze niet, Daniel. Oh, zet eens een andere cd op. Ah! Ah, haal het ding eraf! Dan moet je het zo uithalen. Ars. Auw! Arnie, zet me neer, gek! Ja, ik... Nee, ja. Gus, kom omhoog! Ja!
Zou je dat nou niet kunnen bijleggen? Dan zou ik me niet te veel oprekenen. Maar Arnie, wat je met Roos kan... Met Roos is heel iets anders. Wat een stakker zeggen. Jezus. Jezus. Wat een stakker zeggen. Nou, dat waren ze dan. Ik hoop dat u het leuk vond en tot ziens. Jezus! Ja.